It's new and innovative and important. It's the Netherlands Earth System Science Centre, or in short, NESSC. Ja, dat is nieuw. NESSC is een verzameling wetenschappers die werken aan het klimaatsysteem, maar vanuit verschillende disciplines. Het NESSC is het instituut dat gaat onderzoeken hoe klimaatverandering in de toekomst zal zijn, met name hoe warm het zal worden en of die opwarming geleidelijk zal gaan of met snelle stappen zal gaan. Okay, but let's start at the beginning. Society needs to prepare for future climate change. That much is certain. And to do that effectively, we need to understand how that change will take place. That's where NESSC comes in. Omdat het klimaatsysteem ontzettend fascinerend is door zijn complexiteit, maar ook omdat we er dagelijks mee te maken hebben. Het klimaat bepaalt wie wij zijn. Waar we wonen, welk voedsel we eten, hoe we ons verplaatsen, wordt allemaal bepaald door het klimaat. A lot is already known about climate change, but there is so much more that we don't know yet. De grote vraag van klimaatverandering is: hoe gevoelig is het klimaat voor veranderingen in de concentratie van CO2 in de atmosfeer? Het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, het instituut van de Verenigde Naties dat de literatuur daarvoor samenvat, zegt dat een verdubbeling van de CO2-concentratie ten opzichte van voor de industriële revolutie leidt tot een opwarming van tussen de 1,5 en 4,5 graad. Nou, dat zal ergens in deze eeuw gebeuren. Dus het is cruciaal dat we die onzekerheid van tussen 1,5 graad en 4,5 graad verkleinen. Dat is het verschil tussen de Groenlandse ijskap laten liggen en de Groenlandse ijskap afsmelten. Nou, die onzekerheid die willen we met dit instituut gaan verkleinen door naar het verleden te kijken. For more future accuracy, we need to examine our past with more precision. There has always been climate change, and so if we study what happened recently, say 100 years ago, or 1,000, or 10,000, but we can also reconstruct our past and go back as far as 100 million years ago. Nou, ook in het oerklimaat was er ijs. Afhankelijk van de temperatuur natuurlijk minder of meer. Maar ijs heeft een hele belangrijke invloed op het klimaat. Bij meer ijs reflecteer je meer zonlicht en wordt het kouder. Dus dat heeft een versterkend effect. En dat noemen we een terugkoppeling. En die terugkoppelingen willen we binnen NESSC beter begrijpen. En we willen ook weten hoe sterk waren die terugkoppelingen, die versnellingen in klimaatveranderingen. En we willen graag weten hoe ver de zeespiegel zal stijgen, hoeveel warmer het gaat worden en hoe snel. Of dat plotseling zal gaan of geleidelijk. Nou, die kennis die gaan wij met het instituut genereren en daarom is het ook van maatschappelijk groot belang dat dat gebeurt. So there is no lack of ambition. So far, climate change was studied by individual physicists or geologists or chemists, sometimes biologists and mathematicians or microbiologists and paleontologists. All offered their own insights. NESSC does something quite simple. We bring all this expertise together. Voilà. Ik kijk zelf enorm uit naar het samenwerken met mensen die in andere vakgebieden bezig zijn. Vooral dus de mensen die bezig zijn met het reconstrueren van het klimaat van het verre verleden. Daar weet ik zelf weinig van. Ik ben meteoroloog, dus op tijdschalen van een week of langer wordt het voor mij al een lange tijdschaal. Zij kijken miljoenen jaren terug in de tijd. En ik vind het heel intrigerend om te zien hoe zij dat doen en wat ik daarvan kan leren. En ik zit hier op het schip, dus een schip dat heet de Joides Resolution. En dit schip dat is speciaal ontworpen om boorkernen te nemen uit de oceaanbodem. Let's look at an example of how climate change can be studied. These single-cell organisms called archaea have been around for millions of years. Their cell is surrounded by a membrane made of a substance called lipids. There are many different kinds of lipids, and their presence or absence varies according to ambient temperatures. In today's oceans, this is a well-established fact. If we now dig deep into the ocean floor, we find archaea from millions of years ago, undamaged by time. And by identifying their lipids, we can get a picture of the temperatures in which they lived. This sediment core from the Arctic region indicates that 55 million years ago, it must have been about 23 degrees here, which helps to explain the palm pollen found in the same core. But this is just one of the many methods. In het NESSC gaan we ook nieuwe methoden ontwikkelen om iets te zeggen over hoe het klimaat in het verleden veranderde. Er is heel veel ontwikkeling geweest de afgelopen 10, 20 jaar in het ontwikkelen van dit soort methodes. Bijvoorbeeld om vroegere zeewatertemperatuur te reconstrueren of zoutgehalte. Die methodes zijn heel goed, maar we willen ze beter maken. NESSC. It's all about a practical approach to an important issue. the newest climate models, the most accurate records of the past, the best development tools, and the most sophisticated mathematical models. This is where they all come together. Wij hebben er heel veel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Want er zijn tegenwoordig modellen die niet alleen kijken naar ijs of de atmosfeer, maar die kijken naar het hele klimaatsysteem van de aarde. Dat noemen we aardesysteemmodellen. En binnen NESSC gaan we proberen zo'n aardsysteemmodel beter te maken. Daar dragen we dan allemaal aan bij. En vervolgens zullen we dat aardsysteemmodel gaan gebruiken om voorspellingen te doen van het systeem aarde met al zijn componenten en zijn complexiteit. Het NESSC is nieuwsgierigheid gedreven, fundamenteel onderzoek. We willen goed begrijpen hoe klimaat werkt en hoe klimaatverandering plaatsvindt. Dat doen wij vanuit onze nieuwsgierigheid. Aan de andere kant is het zo dat het een directe toepassing heeft, want het kan ons verder brengen in hoe die klimaatverandering in de toekomst plaats zal vinden. The future belongs to us all and is rooted in the past, where yesterday and tomorrow meet is here and now, at NESSC.